Welkom in deze nieuwe video van Bolspel. Wat ik vooral merk is, als er feestdagen zijn, zoals like vandaag bijvoorbeeld, dat die vragen toch wel heel vaak terugkomen. En ik vind dat gewoon de max, hè, als mensen dat dan vragen. Dus ik dacht van, laten we daar een sketch van maken, van die vragen die het meest gesteld zijn op de groep Sint-Niklaas. Ik merk dat vooral, het zijn er altijd een aantal mensen die dat vragen, dat maakt niet uit, een vrouw, een man, welke leeftijdscategorie. En dan zit ik al bij mezelf te lachen van, zou ik erop reageren of niet? Dus laten we dat nu eventjes eens doen voor jullie, wat er eigenlijk het meest gevraagd wordt. Ik ga geen namen noemen, want die mensen die kunnen er ook niet aan doen dat ze die vragen stellen. Het is ook niet om uit te lachen trouwens, maar het is gewoon om eens even in kaart te brengen welke vragen er steeds worden gesteld. Zeun! Zou van toch de merktuppen zijn? Want ja, we willen toch patatjes gaan kopen en wat kip gaan halen. Zou dat open zijn, de markt? Ik ga het even vragen op Facebook. Zo, dat is gebeurd. Ben ik benieuwd. Vaccinaties dan. Mij mag niet kijken, man. Huh? Dus hier heb ik gemerkt dat de vraag heel vaak gesteld wordt. Ik kan nu zeggen, de markt blijft altijd op zijn plaats liggen, de eerste en al. De tweede, de markt is ook nooit gesloten. Wat je kan zien, de markt is gewoon open. Je kunt dus altijd op. Maar het kun je niet sluiten. Er zijn natuurlijk dat ze de drangers ontzetten, dat is al met de vredesfeest dat de markt echt gesloten is. Maar voor de rest is de markt altijd open, altijd. Ik vind dat altijd zo heel grappig als die vragen gesteld worden. Ik sta momenteel op de markt, dus nee. Dus ik hoop dat die vraag voor de meeste mensen nu beantwoord is. Want ja, je kunt hem niet sluiten, de markt. Ik vraag me toch af wat hier allemaal aan het doen zijn. Maar het is koud. Het regent namelijk. Dat ook nog. Ik sta echt in de regen voor jullie, de vlog. Het is koud. Ik kan straks nog live gaan, sowieso. Ik vind het wel leuk dat hier die plakjes ook hangen. Dat ze hier ook hebben hangen, de plakjes. Super tof. Dat is heel leuk. Tof. Dus ik sta hier momenteel echt in de regen, dus echt aan het schieten. Niet normaal, respect voor die mensen die nu aan het dansen zijn daar. Die dat echt doen in de regen, echt respect voor die mensen. Want ja, het is toch wel zeer slecht weer. En ik vind het jammer voor de mensen die een terras hebben, want die kunnen niet open gaan natuurlijk, dus het afgedekt is en zo. Dat is alle respect daarin. Echt respect voor dat die mensen doen. Ze zijn daar al aan het dansen. Dus ik heb echt respect daarin. Het is echt aan het regenen. Het is niet aan het een beetje regent ofzo. Het is echt zwaar aan het regenen. Het is ook nog wind ofzo. Dus dit is wat. Hè. Normaal.
erg. Ik heb geen jas bij. Totaal niet. Maar goed. Hopelijk zijn de truien dik genoeg. Dus ik hoop het. Alleszins. Is het niet bestand. Dus de 17e is het dus de dag dat ik ook zo ga doen. Ik ga tekeningen maken. Het is mijn dag ook, want ik ben een transgender. Dus deze vlaggen ga ik dan tekenen. Op mijn... Ik heb het zwaar aan het regen. Dus wel ook nog steeds in de regen. Ik kan niet veel tegen te doen. Regen is nu helemaal aanwezig. Maar het is wel koud. Dat merk ik wel. Dat het koud is. Maar dat is niet zo tof. Natuurlijk. Maar... Helemaal nat geregend straks. Er zit ook wind achter, hè. Dat ook nog, hè. Het is niet alleen regen, maar er is ook nog wind. Het is allemaal wat. Het is echt raar. Dus het is echt regen weer. Normaal. We gaan er gewoon door. We blijven doorgaan. Dus je ziet ook wat er. Dit is allemaal onderhand. Maar ik ga nu die camera wegsteken en dan vanzelf thuis ben, ga ik verder vloggen. Ja, zeker. Vonden jullie dit een leuke video? Zeker duim omhoog, vergeet niet te abonneren en tot ziens!